Ik zie een heleboel auto's achter jou. Wat is er hier aan de hand? Nou, allereerst worden wij hier als club natuurlijk ontzettend vrolijk van. Als je kijkt naar de opkomst met betrekking tot de Samen Thuisbox die wij gratis verstrekken aan onze seizoenskaarthouders. Nou, zoals we allemaal weten kunnen we onze supporters op dit moment niet, helaas niet in het stadion ontvangen. En we wilden toch laten zien dat we aan hun denken, hè, en dat we de community willen behouden, de zwart-witte community. Dus hebben we het idee geopperd en uitgevoerd om matchday pakketten samen te stellen die onze supporters middels de drive-thru, zowel bij het stadion als ook andere locaties in Hengelo, Nijverdal, Tubbergen, Rijssen, Wieren op kunnen halen. En zoals je ziet, vanaf 3:30 is dat een daverend succes. We hebben nog geen moment gehad om even wat te drinken of zo. Dus de actie is zeker geslaagd. Hoeveel pakketten worden er vandaag uitgereikt? Wij hebben rond de 5500 seizoenskaarthouders op dit moment. Dus we willen iedereen bedienen. Als iedereen komt, dan willen wij geen nee verkopen. Je hebt zelf ook eventjes meer geholpen net. Ja. En dan zeg je heel treffend, wie hebt elkaar nodig. Doei. Dankjewel. Zeker. Hele fijne feestdagen. En hopelijk wat snel, hè. Ja. Wie hebt elkaar nodig? Dat is mijn rennen. Doei, Benny. Goed zien, man. Ga maar doen. Hoi, hoi. Hoi. Hey, naar mijn collega. Doei. Ja, wie hebben elkaar nodig? Ja, ik bedoel, niet alleen in de goede tijden, zeker in de moeilijke tijden. Nou ja, uiteraard zitten de mensen zelf ook in een negatieve modus met betrekking tot de coronacrisis. Wij als club lijden natuurlijk ook onder, maar dan is het hartverwarmend om de steun van onze supporters te zien op allerlei fronten. En we willen graag wat terug doen, dus vandaar deze actie. Als ik zo die mensen in die auto's bekijk, dan zijn ze allemaal toch heel erg vrolijk, ondanks dat ze niet in het stadion terecht kunnen. Dat snap ik, want als je weer naar je clubje kan en naar het stadion, ook al is het maar voor 10 minuutjes. En sommige mensen moesten 40 minuten wachten in de auto, ja. Dan snap ik die lach op hun gezicht. En daar is het ons ook om te doen. Ja. We willen graag onze supporters een lach op hun gezicht brengen. Er zit, iedereen krijgt een zwart mapje mee met het embleem van Heracles erop. Wat zit er allemaal in? Er zitten kerstballen zitten erin. Er zit een broodje Balmelo, het befaamde broodje Balmelo zit erin. Er zitten wat versnaperingen in, dus al met al in een mooie kerstkaart. En de kerstballen met het Heracles logo, wat natuurlijk ook gaaf is in deze tijd. Een blijvend iets, waardoor ze in de jaren hierna ook nog kunnen denken aan deze vervelende periode waar we met elkaar in zitten. Warmte van jullie kant, warmte van de kant van de supporters. Zij voor ons, wij voor hun.